En het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme, HINT, heeft vandaag met Kersten Holding NV in totaal 4 contracten getekend voor de import van goederen. Het gaat in deze om grond- en hulpstoffen waarmee lokale basisgoederen en medicamenten kunnen worden geproduceerd. De Islamic Trade Finance Corporation, een organisatie van de Islamic Development Bank, financiert de import van deze grond- en hulpstoffen. In totaal is er een bedrag van $25 miljoen vrijgemaakt. Directeur Reina Ravales tekende de contracten met vertegenwoordigers van Kersten Holding NV. Het doel van dit project is ten eerste om de garantie van de visa voor de import van grondstoffen en inputs ten behoeve van de lokale productie van basisgoederen, inputs voor de landbouw en tuinbouw en medicijnen en medische verbruiksartikelen tegen een relatieve lagere koers beschikbaar te stellen. Daarnaast hogere lokale productie en meer importvervangingen en export te bewerkstelligen. Hogere bijdragen en toegevoegde waarde van de lokale private sector aan de economie. En optimale voorziening in de behoefte aan lokaal geproduceerde basisgoederen te bewerkstelligen. Het ministerie van HINT is aangewezen als de executive agency. En dit houdt in dat het ministerie de algehele coördinatie heeft van de voorbereiding, uitvoering, distributie, voorlichting en evaluatie van de uitvoering van dit project. De voorzitter van de Interdepartementale Commissie van de Islamic Trade Finance Corporation, Sonja Seugobin, praat van een mijlpaal voor zowel het ministerie als Kersten Holding NV. Er is veel werk verzet, onderstreept ze. Na een lang moeizaam proces van voorbereidingen en onderhandelingen met de International Islamic Trade Finance Corporation, de ITFC, de vele informatiebijeenkomsten en besprekingen met afnemers en alle andere belanghebbenden, kon na de ondertekening van de overeenkomst tussen de staat Suriname en de ITFC de launch van dit project plaatsvinden op vrijdag 5 april 2019. Hiermee werd het aanbestedingsproces gestart met de publicatie van de General Procurement Notice, de GPN, een algemene bekendmaking over welke goederen aanbesteed zullen worden. En die is zowel nationaal als internationaal gepubliceerd. De vele reacties die de PMU van dit project heeft mogen ontvangen van leveranciers uit alle hoeken van de wereld, heeft de commissie als bijzonder positief ervaren. De aanbestedingen worden volgens de Open International Competitive Bidding methode gedaan, waarbij geen enkel land, met uitzondering van Israël, dat is de regel van ITFC, uitgezonderd om hier aan deel te nemen. Aldus de voorzitter van de Interdepartementale Commissie van de Islamic Trade Finance Corporation, Sonja Seugobin. Ze sprak vandaag bij de ondertekening van 4 contracten met Kersten Holding NV op het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme.